We gaan vandaag op bezoek bij Antoine Wertz in de Vautierstraat in Brussel. Zijn gigantisch atelier bevat al even gigantische schilderijen. Het schilderij Grieken en Trojanen vechten om het lichaam van Patroclus is meer dan 5 meter hoog en 8,5 meter breed. Het werk, een grootte der aarde, doet het met zijn 9 meter op bijna 7, minstens even goed. En de opstand van de hel tegen de hemel, of anders gezegd, de val van de opstandige engelen, spant de kroon. Dit werk is 11,5 meter hoog en vindt nauwelijks een plaats in het atelier. Wertz schilderde het, nog voor hij naar Brussel verhuisde, in een Luikse kerk waar geen religieuze diensten meer gehouden werden. De zoektocht van Wertz naar een geschikte ruimte om zijn werken te maken, bracht hem er in 1850 toe om zich tot de minister van Binnenlandse Zaken, Charles Roger, te richten. Het nog jonge België was gevoelig voor de smeekbeden van de kunstenaar en bouwde op staatskosten een atelier naar het dienstwens. Hoog, breed, lang, met overvloedig zenitaal licht. De zuilen tegen de tuinmuur maakten het atelier tot de heilige ruimte van een tempel. Kunst verheven tot een ideaal. Om zijn artistieke onafhankelijkheid te blijven verzekeren, koos Wertz ervoor om zijn atelier nog tijdens zijn leven het statuut van museum te bezorgen. In dit ateliermuseum schilderde hij voor de eer. Portretten maakte hij voor de soep. Tussen al het grote geweld bevinden zich in het Wertzmuseum ook enkele kleine pareltjes. De mooie Rosine uit 1847 is er één van. Een fris jong meisje met blozende wangen trekt onze aandacht. Hals, borsten, heup en dij baden in het licht. Met haar rechterarm knalt ze een stukje oplichtende stof tegen de buik. Haar linkerhand houdt nonchalant een wegleidend gewaad vast. Op nek, rug en bil neemt schaduw het over van het licht. Onbevangen kijkt het meisje in de holle oogkassen van een geraamte. Of trekt het etiket op de schedel haar aandacht? En wat staat daarop geschreven? La belle Rosine. De mooie Rosine uit de titel is niet meer. Het sensuele, halfnaakte meisje hoeft slechts naar zichzelf te kijken om zich een idee te vormen van de mens die het skelet ooit was. Leven en dood. Twee uitersten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Geraamte en meisje staan beide model in het atelier van een schilder. De ene als permanent attribuut, de andere op afroep, zolang haar schoonheid tintelt. De gipsen afgietsels van hoofd en voet links in het werk en het schilderspalet en de schildersezel rechts evoceren de atelierruimte waarin het tafereel zich afspeelt. Schilders en beeldhouwers zijn meesters in het verbeelden van erotiek en andere facetten van het leven en wijzen ons met evenveel genoegen
op de vergankelijkheid van datzelfde leven. Bijna onzichtbaar, parallel met de schildersezel, noteerde Wirts enkele woorden. Ebauche, ruwe schets, ontwerp en faire bien n'est qu'une question de temps. Vrij vertaald, je hebt tijd nodig om iets goed te kunnen doen. Het vergelijden van de tijd zat Wirts dwars. Was de hem toegemeten tijd voldoende om goed werk te leveren? En wat met schilderijen die niet verder raakten dan het ontwerpstadium, zoals La Belle Rosine of Quasimodo? Zouden ze niet beter samen met de kunstenaar verdwijnen, zoals de schilderijen die hij als slecht markeerde? Want hoe kan een dode kunstenaar zijn werk nog verduidelijken? 155 jaar na Wirts dood is het ateliermuseum enkel nog museum. Bij gesproken woord en wederwoord kunnen we de kunstenaar enkel horen door te kijken.